We zijn vandaag bij elkaar gekomen voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Nou, dat is een belangrijke dag. We hebben daar heel veel aan gedaan, heel hard aan gewerkt. U met z'n allen natuurlijk. En er vinden belangrijke dingen plaats in het kindcentrum waar we hier voor die overeenkomst gaan tekenen. Op korte termijn wordt het kindcentrum in de kern van Lekkerkerk gerealiseerd. Het is een ontmoetingsplaats en een informatiecentrum voor ouders, opvoeders en natuurlijk niet in de laatste plaats voor kinderen van 9 maanden tot en met 23 jaar. Daarvoor is het kindcentrum bedoeld en ja, zij zullen dan ook daar een belangrijke stem in gaan hebben. Van de organisaties die het kindcentrum verenigd zijn, worden er zo nodig doorverwezen naar andere specialisten en organisaties in geval van problemen. En ook dat is natuurlijk een heel belangrijke zaak. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om het herplaatsen van de organisaties in het kindcentrum, die op andere plaatsen eerst gesitueerd waren. Het gaat nu om een betere plek, maar ook om samenwerking. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van de organisaties die straks in deze setting verenigd zullen zijn. Het gaat in het kindcentrum om kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal. En het gaat niet in de laatste plaats, en ik noemde het al, om samenwerking. Dat is belangrijk. Samenwerking gericht op de toekomst. Ik noem toch even die organisaties die straks in ons kindcentrum te vinden zijn. En dat zijn er nogal wat. Peuterspeelzaal Het Lekkertje, GGD Hollands Middensector Publieke Zorg voor Jeugd, Stichting Speelotheek De Knikkerpot, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, Stichting Kinderopvang Nederlek en de Stichting Kwadraat. Vandaag zijn we op dat moment aangeland, dat moment voor de start. En u gaat met z'n allen meetekenen. En nou, dat wordt nogal een hele klus. U moet heel veel tekenen, u moet heel veel paraferen. Dat gaan we gewoon nu straks doen. Maar ik vraag eerst nog even aan alle mensen, wilt u nog een woordje zeggen, dan mag dat nu. Zo niet. U heeft geen toespraken klaar liggen, want dat zou niet zo best zijn. Dan moet ik u vragen om met z'n allen de organisaties, de vertegenwoordigers van de organisatie, hier bij mij te komen en de stukken te gaan ondertekenen. Ja, u was wat laat, hè? Ja, dat hoorden we niet. Maakt niet uit waar je dames en heren gaan zitten. Nee. Ja, u mag kiezen. Hallo, heel erg. Zo. Dan gaan we al die parade zetten. Nou, dat is een klus, hè? Ja,
even toosten op dit resultaat. Ja. Op de samenwerking. Op de samenwerking.